Hey, we zijn er vandaag weer met een nieuw filmpje. We hebben een mini beauty shop vlog voor vandaag. Marloes en ik zijn net eigenlijk heel even bij de Kruidvat geweest, bij de Hema en bij de Action. En hebben wat spulletjes gehaald die we nu aan jullie gaan laten zien. Zo zijn we eerst bij de Hema geweest. Ja, al bij de spullen van de Hema even laten zien. Daar heb ik twee dingen gehaald. Ten eerste deze nagellak die blacklight is, dus in donker moet die licht geven. En die leek mij ook wel leuk als ik ging stappen of zo. En dan van die lichtgevende nagels. Dus die had ik gehaald. Ik heb ook een nagellakje gehaald. En dat is deze. Het is echt zo'n pastelroze kleurtje. Hij is nieuw bij de Hema nu. Ik vond hem wel heel schattig en heel leuk voor de lente en zomer. Ik ben heel benieuwd hoe die staat. Die voor mij was trouwens €2,75. En mijn... €2,50 denk ik. Ja, €2,50. Ook heb ik bij de Hema een lipstick meegenomen. En dat is deze. Die is €3. En het is nummertje 24. Oh, ik zal deze even wegdoen. En het is een beetje tussen het oranje en roze zit hij in. Een beetje peachy-achtig. En die vond ik gewoon heel mooi uitzien. Dus die had ik ook meegenomen. Ja, dat is ook mooi. Ook ik heb bij de Hema een lippenstift meegenomen. En dat is de kleur 02. En die was ook €3 was die. Ja. En het is een beetje een roze kleurtje. Echt licht roze. Ja, ik heb hem al en ik vind hem echt super fijn. Het is gewoon een mooie kleur die bij heel veel looks past. En echt eentje is om gewoon fijn te hebben voor je lipstick collectie eigenlijk. Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Ik denk dat we hier wel wat swatches voor jullie van gaan maken. Ja, die zullen zeker nog op de website komen. Ja. Bij de Kruidvat zijn we vooral even bezig kijken bij de Essence en Catrice shop. Zo heb ik bij Essence deze gel eyeliner meegenomen. In de nummertje 01 Midnight in Paris. Ik ben heel benieuwd of die heel fijn is. En we zullen nog zien. Waarschijnlijk zal er nog wel een review van komen. Daarnaast had ik heel veel goede verhalen gehoord over de Stay Matte Lip Cream van Essence. Dus die heb ik twee kleurtjes meegenomen. Die zijn maar €2, dus kon ze niet laten liggen. En ik heb zo'n mooie foto's al gezien en... Ik heb in de kleur 01 Velvet Rose en 02 Smooth Berry meegenomen. De 02 Smooth Berry heb ik al een keer opgehad. En echt zo'n mooi resultaat. Heel mooi kleurtje. En ja, ik vind hem gewoon echt heel mooi. Dus toen had ik ook meteen zoiets. Ik neem die 01 ook mee. Dus daar ben ik tot nu toe al heel tevreden over. Bij Catrice heb ik een lipgloss. Oh, daar gaat hij. Een lipgloss meegenomen. 120 Berry Good. Deze stond wel in de kortingsbak, dus ik weet niet of ze hem nog overal hebben. En daarnaast heb ik uit de Limited Edition een oogschaduw meegenomen. En deze heeft een nummertje... It's Honey Money. Dit is een beetje de bruin met zilver. Ik zal hem even zo laten zien. En deze was €3,50 en die lipgloss had ik dan voor €1 meegenomen. Ik zal even... Zo geeft hij best wel veel pigment af. En ja, het is een beetje gewoon vooral glitters met bruin en zilver. En die vond ik heel mooi, dus die heb ik toen ook meegenomen. Ja. Nou, ik ben net zoals Nicky naar de Kruidvat geweest. En ik heb dezelfde lipgloss meegenomen. Deze, Berry Good. Die was dus nu maar €1. In de kortingsbak lag die. En dat is echt een super mooi kleurtje. Hij is donkerroze een beetje, tussen paars en roze in. Heel mooi. Daar ben ik heel benieuwd naar. En verder heb ik bij de Kruidvat nog een lipstift van Catrice gekocht. En dat is de kleur 130 Frozen Rose. Nou, die is ook heel erg licht roze. En Nicky heeft hem al en hij schijnt echt super mooi te zijn. Dus ik moest hem ook hebben natuurlijk. Ja, ik vind hem zelf ook heel fijn. Mooi kleurtje. En ja, hij is eigenlijk perfect voor de lente zomer. Dus... Ja, en die was €4. Dat zijn alle lipsticks van Catrice overigens. En er was een actie en op Maybelline producten kreeg je 1+1 gratis. Dus kreeg je de tweede kreeg je gratis erbij. En daar heb ik twee kleurtjes van meegenomen en dat zijn deze twee. Twee nagellakjes. Twee nagellakjes. Donkerrood. En ja, hoe noem je het? De kleur is, die van de rode is Downtown Red, 352. En deze kleur is dus koraalroosachtig. En die heet 342 Coral Craze. Ja, mooie kleurtjes. Yes.
Dan heb ik bij de Kruidvat ook nog uit de kortingsbak dit masker meegenomen. Van de Hoog. En die was nu ook maar 1 euro. En dat is met ja, meloengeur. Dus, en mango trouwens. Ik ben wel ook wel benieuwd naar. Ja. Ja. We zijn ook nog heel snel even bij de Action geweest. En dan hebben we ook nog iets gehaald. Oh, er gaat nog meer spullen op de grond. Ik heb onder andere dit paletje gehaald. Baked Eyeshadow in het paletje 423 en dan Summer. Ik vond het hele mooie kleurtjes. Ja, voor de zomer lekker felle kleurtjes. En mijn ervaringen met de Action oogschaduw is eigenlijk heel goed. Zeker met de Baked Eyeshadow. Als je ze nat aanbrengt dan echt zoveel pigment. Zelfs als je ze gewoon zo doet. Als ik die ook krijg. Zo, dus ja, ik vond echt gewoon mooie kleurtjes. En het was maar 1,30 euro. En dan kan ik het alweer niet laten liggen. Ja, mooi roze, paars, blauw en een groene. Volgens mij kunnen we daar een hele mooie look van maken. Ja. En ook, ik heb 2 dingetjes gekocht bij de Action. En dat zijn ook 2 dezelfde dingen. En dat zijn 2 conditioners van Dove. En die heb ik al ooit eerder gekocht. En die vind ik echt super fijn. Het heet Nourishing Oil Care. En ja, het doet echt wonderen voor mijn haar op een of andere manier. Want ja, het glanst echt super mooi en het is heel zacht nadat ik deze conditioner heb gebruikt. Dus ik dacht, nou, inslaan. Dus ik koop er weer 2. En ze kosten maar 1,79 euro. Dus dat vind ik ook helemaal niet duur voor een conditioner. Er zit wel minder in dan in een, bijvoorbeeld Andrilon. Er zit 200 ml in. En volgens mij in Andrilon 400 of 300. Maar toch, hij is super fijn. Dus heel blij mee. Nou, dit was onze mini beauty shop vlog van vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, doe even je duimpje omhoog. En vergeet vooral ook niet te abonneren. Ja. En dan tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.